Het Peelmuseum in Amerika is bezig met de ontwikkeling van een historisch peelpark. De doelstelling is om ongeveer 1 hectare grond zodanig in te richten dat bezoekers in de toekomst in beeld krijgen hoe de peel er voor de turfwinning en ontginning uit heeft gezien. Hier staan we op het nieuwe perceel wat hier bij het Peelmuseum gekomen is voor een dik jaar terug. En we hebben hier een moeras gemaakt, een kikkerpoel, een kanaal. En dat moet eigenlijk in de toekomst moet dat een peellandschap worden voor hoe dat de peel vroeger uitgezien heeft. Hier zijn struinpaden doorgemaakt. Maar die grond die is op dit moment is die nog te rijk. Die moet nog verarmen en dan gaat er in de toekomst gaat hier ook heide groeien. We hebben hier een knuppelbrug over gemaakt. Het is niet heel comfortabel voor over te lopen, maar zo waren de bruggetjes vroeger in de peel ook. Dat was allemaal niet gemakkelijk. Het was allemaal met de materialen die ze hadden en daar werd alles mee gemaakt. Kijk, en hier hebben we een veenput gemaakt, hoe we ook kunnen laten zien hoe dat er veen gestoken wordt en veen geoogst wordt met wat de mensen vroeger nodig hadden voor te stoken. En dat hebben we hier gecreëerd en dat krijgt nog meer gestalte in de toekomst voor als die planten en die struiken allemaal weer gaan groeien. Als het water een bepaalde zuurgraad heeft, dan gaat er ook veenmos groeien. En veenmos, dat is eigenlijk de vorming van de turf. Dat is een plantje dat ligt bovenop het water en dat blijft steeds groeien en dat sterft onderaf. En dat vormt dan steeds veen. En dat gaat heel, heel langzaam, want veenvorming dat gaat maar een millimeter per jaar. En hier in de peel, in de oorspronkelijke peel tussen Grindveen en Amerika, daar zaten lage turf van 7 tot 8 meter dik. En dan kun je nagaan hoe lang dat geduurd heeft voordat dat zo gevormd was. Dus dat is, en dat is bijna in een halve eeuw is dat weggestoken. Hier zit nog wel veen in de peel, maar dat is bijna allemaal op. Om het project financieel te ondersteunen, doet het Peelmuseum mee aan Kern met Pit. Deze organisatie helpt met het realiseren van buurtprojecten die de omgeving verbetert. Mensen kunnen hun stem uitbrengen op het Peelmuseum, waardoor zij kans maken op een geldbedrag. Dit project wat we nu bij het Kern met Pit aangemeld hebben, dat is zover klaar dat wat wij moeten realiseren voor dat project, dat is nu hoe dat zover als het moet zijn. Maar het loopt nog jaren door. Kijk, je kunt een stuk grond niet in één keer omtoveren naar iets anders.